Goedemorgen iedereen. Fantastisch. Fantastisch weer. Het weer is weer fantastisch. Nieuw voor van het jaar, want dat is toch wel belangrijk, denk ik, voor de vaste bezoekers. Onze red carpet hebben we een beetje opgefrist. Dit jaar alleen oldtimers. Gezien de groei die we meegemaakt hebben, hebben we als retro car club een beetje moeten teruggrijpen naar ons concept oldtimers. Ik heb een bonks gehad voor een café en een koekskun en we gaan er hier een schitterende dag van maken. Hè. Op allen! Wees wel gekomen op de 11e editie van Cars & Coffee! Dat is een Mercedes 170S Cabrio B van 1951. Hey, santé! Wat is er zo speciaal aan deze wagen? Dat er heel weinig van gemaakt zijn, maar ik denk een 300-tal. It's a Sabra GT. It's a 1967. Actually, my father bought it for me in 1978. Cadillac Raceabout, 1918, dus net 106 geworden. 21 gemaakt, volgens de Cadillac Club van Amerika, de Soul Survivor. U hebt hier een prachtige wagen meegebracht, hè? Ja, Lamborghini Uraco P300 van 1975. Dat is een wagen die je niet zo heel vaak tegenkomt, ja, dat klopt. Wat is er zo speciaal? Ik zie het een speciale kleur. Ja, speciale kleur, ook speciaal model. Dat was eigenlijk een poging van Lamborghini om een goede koperen auto te maken, relatief natuurlijk. Om meer toegankelijk, met een V8 motor in de plaats van een V12. Er zijn er heel weinig van gemaakt. En dat maakt hem eigenlijk wel uniek, want het is eigenlijk wel een geweldige auto. Dat zijn twee Alfa Romeo's uit de verzameling van een klant van ons. Wij doen altijd onderhoud en herstelling aan die mensen in wagens. De ene wagen die wij hebben is een Alfa Barchetta, 1900 Barchetta van het jaar 54. En de andere is eigenlijk een kleine rallywagen, het is een 1600 CSS, waar de klant zelf al etelijk lange afstandsrallies mee gedaan heeft. Dus toffe wagens, ja, zeldzame wagens. Ik heb inderdaad een Osi 20 MTS meegebracht. Dat is het beste van twee werelden volgens mij, Italiaans design en Duitse technologie eronder. In de jaren 60 waren er nog aparte carrosseriebouwers, zoals het Italiaanse Osi, die op basis van een Ford Taunus een carrosserie gebouwd heeft. Het is een zeldzaamheid, want er zijn er maar 2200 van gebouwd. En dit is nog één van de twee die bekend zijn op de wereld met een schuifdak. Dus hij is helemaal uniek. Dat is voor een Ponton Cabrio, dus gebouwd tussen 1955 tot 60. Er zijn er ongeveer 1200 van gemaakt. Het was de stunt van Mercedes om de andere merken naar beneden te trekken en ook te zeggen, wij hebben weer iets nieuws. Maar die was veel te duur geworden. Ze hebben daar echt niks aan verdiend. Op naar de volgende editie en hopelijk, ja. Hopelijk volgend jaar terug even goed weer. Hè. Even goed weer. Ja. En even veel volgende. Dan regen, hè.